zien jullie eventjes waar ik tegenaan zit, daar bijna achter mij. Het is nat, alles wordt opgeknapt in Amsterdam, net geschilderd, de paaltjes groen geschilderd. Heel Amsterdam krijgt een opknapbeurt. Allemaal vanwege het coronavirus. Iedereen hamert, timmert, moet je kijken. Overal. Je hoort ze, de bouwmarkten zitten vol met mensen. Iedereen is zijn huis aan het opknappen. En het heeft een grote schoonmaakeffect. Het heeft een vernieuwing in zich. En die vernieuwing, ja, die voel ik. Die voel ik met alles. De stad vibreert. Ik heb altijd heel veel moeite gehad met gezag. Zowel op school als in mijn werk, als wat dan ook. Ik weet zelf, zogenaamd tussen twee haakjes, wat wel goed is voor mezelf. En toen dacht ik dus, ik zit nu in een wereld die voor mij gecreëerd is. Waarin ik zo een grote van mezelf ontdek, dat ik eigenlijk een flexibiliteit heb ontwikkeld op mijn leeftijd, waar ik ontzettend verbaasd over ben en ook wel trots eigenlijk, dat ik een nieuwe routine heb gevonden in mijn leven, waarin ik mezelf, voor het eerst drink ik weer, ik was gestopt met drinken. En toen dacht ik dus, ja, ik kan wel doodgaan aan het corona en waarom drink ik eigenlijk niet? Dus ik ben begonnen weer met gewoon lekker een wijntje te zuipen en te zeggen tegen mezelf, ja, twee wijntjes per dag, dat mag wel. Dus ik ben ook veel liever voor mezelf geworden. Met het idee, ik heb COPD en ik ben natuurlijk de eerste die eraan gaat als het virus naar mij toe komt. Dus mijn huisarts is ook bij me geweest en die zei tegen me, Nini, we gaan het heel anders doen. Ik kom je geruststellen. We hebben dus afgesproken dat ik niet naar de IC ga. Dat ik een heerlijk spuitje thuis krijg. Er staan 3 flessen champagne in mijn kelder. Die zet ik koel. En dan gaan we een feestje bouwen. Dus ondanks alles wat er nu gaande is. Ja, ik zie mijn kleinkinderen niet, mijn achterkleinkinderen niet. Ik zie bepaalde vriendinnen niet, want die zitten helemaal in een panieksituatie. Stel je voor dat ze iets kunnen krijgen, maar ik heb ook zoiets van, ik ben 81 en ik mag toch ook wel dood. Maar ik zou het nu niet leuk vinden om dood te gaan, want het is wel lekker weer. En ik doe hele leuke dingen. Ik doe eigenlijk, sinds dat ik Annette heb ontmoet, degene die nu een filmpje over mij maakt, heeft zij mij een nieuw leven gegeven. En dat is eigenlijk, gaat alles samen met deze hele omwenteling van het coronavirus, Annette in mijn leven, andere mensen die erbij zijn gekomen, verhuisd, kan ik wel zeggen dat ik op mijn 81ste een heel nieuw leven aan het opbouwen ben. En waar het naartoe gaat, ik heb geen idee, ik laat het maar gebeuren. Mensen die dus luchtproblemen hebben, we kunnen eindelijk ademen. Famke, alsjeblieft, zorg ervoor dat we dat kunnen blijven doen, anders gaan we allemaal, stikken we de dood met al die uitlaatgassen. Dus laten we het zo houden.